Voor elke start controleert de startleider de dropchute en het kabeloog. De piloot heeft, zoals hem geleerd is, zijn scherm en uitrusting gecontroleerd. Het ontkoppelmechanisme, release genaamd, is een tweedelige uitvoering en is aan het harnas bevestigd. De ontkoppelproef laat de wijze van ontkoppelen zien en garandeert het loskomen van de kabel. Na opnieuw te zijn aangekoppeld, voert de piloot de 5-punten-check uit. Hij begint met de controle van de beenbanden, controleert de borstband en de bevestiging van het release. Het speedsysteem en de stuurlijnen mogen niet verdraaid zijn en moeten vrij kunnen bewegen. De voorlopig laatste controle betreft de helm, de lijnen en de opening van de cellen. Klaar om te starten. Start voor de Lier. Lier voor de start. De volgende piloot is Martin, 65 kilo. Hij vliegt met de Team 5 Green aan de blauwe kabel en wil graag voorspanning. Voorspanning voor Martin komt eraan. Voorspanning staat. Ben er klaar voor. Start, start, start. De piloot start met zijn handen hoog met een lichte remdruk op de stuurlijnen tot een veilige hoogte van ongeveer 50 meter. Hier kan de piloot gaan zitten, maar zonder de koers uit het oog te verliezen. Hij pakt beide stuurlijnen in één hand, knieën omhoog en met de andere hand schuift hij het zitje onder zijn achterste. Voor het starten laat de piloot zich versnellen door de lierkabel en past dezelfde looptechniek toe als bij de bergstart. De stappen worden steeds groter, maar de stapfrequentie blijft gelijk. Na het loskomen blijft de piloot in loophouding voor het geval dat de kabel minder strak komt te staan. Het scherm stijgt redelijk vlak boven de kritische hoogte van 10 meter en houdt deze stand tot boven de 50 meter. Pas na het bereiken van deze veiligheidsgrens kan de piloot in het harnas gaan zitten zonder de stuurlijnen los te laten en de koers naar de Lier uit het oog te verliezen. De Lierman verhoogt de trekkracht waardoor de invalshoek groter wordt en de stijgwaarde toeneemt tot circa 4 tot 7 meter per seconde. Zodra het scherm nog nauwelijks stijgt en horizontaal naar de Lier toe vliegt, meldt de Lierman: ik haal de spanning van de kabel. Ontkoppel maar. De piloot neemt beide stuurlijnen in één hand en ontkoppelt. Ga 90 graden naar links en ga daarna lekker zitten. Fijne vlucht. En geniet van het uitzicht. Martin voor de start.